Een voorbeeld van een screeningstest die nu vaak wordt uitgevoerd is het meten van de lengte van de baarmoederhals om het risico op vroeggeboorte in te schatten. De test gebeurt door middel van een vaginale echografie ongeveer bij 20 weken zwangerschap. De bedoeling is om mensen met een verhoogd risico op tijd op te sporen, zodat ze kunnen behandeld worden en het risico weer lager kan worden. Ondanks het mooie principe kunnen er toch heel wat nadelen aan de test verbonden zijn. Bijvoorbeeld, een vaginale echografie is door veel vrouwen wel redelijk aanvaard, maar het blijft toch een ongemakkelijk onderzoek voor zwangere vrouwen. Bovendien is elke test een reden voor angst voor een mogelijk negatief resultaat. Een ander mogelijk nadeel van een test is dat niet alle resultaten even duidelijk zijn. Het kan ook zijn dat het testresultaat borderline of inconclusief is. Dat betekent dat een zwangere vrouw dan opnieuw verdere testen moet ondergaan en al die tijd is ze blijvend ongerust en bang gemaakt. Vrouwen die een positief resultaat hebben en dus volgens de test een verhoogd risico op vroeggeboorte hebben, zij hebben de kans om een behandeling te starten en het risico op vroeggeboorte opnieuw te verminderen. Nu is het probleem dat de effectiviteit van een mogelijke behandeling, namelijk progesterone, bij vrouwen met een laag risico eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is. Er zijn studies gebeurd die een effect tonen, maar die studies zijn niet perfect, die hebben beperkingen. Zo is bijvoorbeeld in één bekende studie, zijn er ook vrouwen met een verhoogd risico in die studie ingesloten. En dus is het effect van de behandeling bij vrouwen met echt een laag risico ons eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Vrouwen die een vals positief resultaat hebben, die zijn natuurlijk sterk benadeeld door die test. Ze zijn onterecht ongerust gemaakt en zij nemen onnodig een behandeling die mogelijke bijwerkingen heeft. Dus vals positieve resultaten moeten we toch proberen zoveel mogelijk te vermijden. Dames die een negatief resultaat hebben, die kunnen een terecht negatief resultaat hebben of een vals negatief resultaat hebben. Dames met een terecht negatief resultaat, die hebben weinig nadelen van de test ervaren, maar die hebben natuurlijk ook geen baat bij de test gehad. Dames met een vals negatief resultaat, dat kan gevaarlijk zijn, want misschien zijn zij vals gerustgesteld en als er even later symptomen optreden, gaan zij misschien niet tijdig hulp zoeken bij een zorgverlener. In conclusie, bij het uitvoeren van een screeningstest moet men toch altijd goed nadenken over de mogelijke voordelen, maar zeker ook over de mogelijke nadelen. Wat betreft de screeningstest met het meten van de lengte van de baarmoederhals, zijn de voordelen toch nog niet zo duidelijk, omdat het nut van de behandeling bij mensen met een positief resultaat nog niet zo duidelijk is. En andere dames met een vals positief of een vals negatief resultaat kunnen duidelijk nadelen ondervinden van de test.